Omdat we het idee hadden dat een wat intiemere dag van de buurttaal, waarbij de leerlingen meer één op één kunnen zijn zonder dat ze kunnen wegduiken in de grote menigte, misschien een groter rendement heeft. En de bedoeling is vooral dat die leerlingen echt met elkaar, Duits-Nederlands, met elkaar gaan praten, zodat ze op de een of andere manier, desnoods met handen en voeten, maar met hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de grens kunnen praten. En voor zover ik het nu kan bekijken, is dat erg goed gelukt. We hebben allemaal spelletjes gedaan rond het water en dan met groepjes van Duitse en Nederlandse leerlingen. Wat vind je ervan om samen met kinderen uit Duitsland samen dit te doen? Ja, op zich wel spannend en raar, maar het is wel leuk omdat het, het is gewoon anders. Was op zich wel leuk, alleen wel ingewikkeld omdat zeg maar, hun konden niet zo goed Nederlands en wij ook nog niet zo heel goed Duits. Dus dat was soms wel ingewikkeld, maar het was wel leuk. Ja, eigenlijk steeds beter. Op het begin nog een beetje wennen, maar daarna ging het steeds beter. En de Duitsers helpen je dan ook soms wel met bepaalde zinnen. Nou is het 4 jaar bezig. Merken jullie al een beetje verschil dat het Duits misschien wat beter wordt aan deze kant van de grens? Steeds meer, zowel leerlingen als hun ouders, die raken ervan overtuigd dat de buurtaal kiezen op school en het vak volgen, dat heel belangrijk is. Je ziet vooral in Duitsland dat er steeds meer leerlingen Nederlands kiezen. En in Nederland zal dat ook langzaamaan wel bijtrekken, dat er steeds meer leerlingen Duits kiezen. Nou is deze dag om jullie een beetje voor te bereiden op de toekomst. Zou je later bijvoorbeeld ook iets willen doen met de Duitse taal? Nou, ik denk niet zozeer dat ik dat zou doen, maar ik denk wel dat het handig is. Gewoon puur omdat het je buurland is, dat je dan ook die taal kan spreken. Ja, niet echt per se, maar ik vind het wel belangrijk omdat waar ik woon is best wel dicht bij Winterswijk, of bij Duitsland. Winterswijk is dicht bij Duitsland, dus zou je de taal best wel moeten kunnen beheersen om ook te communiceren met mensen om je heen.